is hier nu echt een verschrikkelijke puinhoop. Er moet een heleboel gaan gebeuren vandaag. En ik heb meer werk dan ik had voorzien. De hele deurpost moet er ook uit. Die moet vervangen worden. Voordat ik überhaupt kan gaan stukken. En er moet nog een gedeelte hier weggehaald worden. En daar ben je het helemaal niet mee eens met al die rotzooi, hè? En al die veranderingen. De oude deurpost, die ligt er nou helemaal uit. En die moet vervangen worden. En ook gekopieerd. Dus ik heb hem hier buiten neergelegd. Om te kijken hoe dat geconstrueerd is. En exact diezelfde verbindingen wil ik overnemen voor de volgende. Dat is wel leuk om te zien, is het hier nog echt van die houten pennen in. Mooi is van, er moet natuurlijk ook een profieltje in komen. Dat doe ik met zo'n oud schaafje. En dat is hetzelfde profieltje als wat in mijn bordenrek bijvoorbeeld zit. Nou, dit bovendeel van de sponning, zeg maar, is in, of een kozijn moet je zeggen, is zo goed als klaar. Dat wordt helemaal grof uitgezaagd en moet nog verder verfijnd worden. Stiekem kruipt daar toch een hele hoop tijd in. En ik krijg het vandaag niet klaar. Maar morgen is het weer een dag. Dan kijken we verder.